Deze spullen hebben een waarde van ongeveer 24 à 2500 euro. Welkom mensen bij deze speciale Planet Coaster video. Soms dan wordt er wel eens in de comments gevraagd van Vincent, wat is nou de ultieme game PC voor Planet Coaster? Ik moet je eerlijk zeggen, Planet Coaster is een redelijk zwaar spel, maar welke PC je er precies voor nodig hebt, ja, ik zou toch minimaal voor een 1080 GTX gaan. Is natuurlijk wel een beetje een dure kaart. Of het liefst voor de 3080, hè, de nieuwe kaart die eraan komt. Hier zijn dus de specificaties. Om toch Planet Coaster gewoon goed te kunnen draaien, moeten er ook wel gewoon dure onderdelen in de computer. Deze spullen hebben een waarde van ongeveer 24 à 2500 euro. Soms is het lastig om gewoon de ultieme game PC te maken, maar dit is wel een van de nieuwste systemen momenteel. En natuurlijk kan je het veel duurder maken, je kan het gekker maken, maar dat is uiteindelijk ook helemaal niet nodig voor spelletjes of Planet Coaster dan in dit geval. Er is ook een veel goedkoper oplossing. En dan heb ik het over een oplossing binnen in Planet Coaster. Kijk eens even naar deze gigantische game PC. Ik denk als er een goed werkende PC is, dan is het deze monsterkast wel ongelooflijk. Nog even voor de duidelijkheid. Ik heb nog niet de nieuwe computer binnen, omdat er wat leveringsproblemen zijn met de 3080 kaart in verband met corona. Maar als die dus beschikbaar is, dan wordt die gebouwd, wordt die opgestuurd en kan ik gaan genieten van nieuwe verse video's met ook gewoon een krachtigere computer. Denk 5-6 keer krachtiger dan wat ik hier heb staan. En of daar dan ook een achtbaan in zit, dat durf ik niet te zeggen. Ik verwacht het niet. Wel een hele goede videokaart, goede processor. Ja, een moederbord, dat zijn toch belangrijke aspecten in zo'n gamekast. Maar kijk even hoe vet dit aan de binnenkant eruit ziet. Natuurlijk gaan we een onderrijd maken van deze achtbaan. Maar we gaan ook even kijken naar de binnenkant. Want die ziet er echt geweldig uit. Ik denk als wij de onderrijd maken, dat je al langs heel veel onderdelen komt binnenin deze game PC. Er staat zelfs een guide bij. Een soort van uitleg. Hoe je dus de paden moet gaan plaatsen. En dat zie je dan helemaal netjes gemaakt met rode stippellijntjes waar je tussen moet. Zijn dat serieus objectjes dan? Oh, wauw. Oké. Tussen die objecten moet je dan het pad gaan plaatsen. Maar we gaan eerst eens even kijken naar de winkeltjes die hier binnen zitten. Dit is gaming gear. Oftewel, wil je dan je favoriete ruimtepak kopen uit een hoofdrolspeler uit Dead Space of wat dan ook, kan je hier terecht. Photoshop. Nou, dan kan je fotootjes kopen. Of Just a Momento, gewoon een tasje. Leuk gedaan. Hij heeft een combi gemaakt van de winkel en dan op de achtergrond twee van die schermen. Start hier voor Edit Queue. Wat zit hier achter dan? Zit hier gelijk de ingang dan? Nee, dat niet. Maar waarschijnlijk moet je dat dan daar aansluiten of zo. Wat is dit? Anti-malware. Oh, oké. We kunnen even kijken, maar oh, er zit gewoon een wc'tje. Oké. Anti-malware. We gaan verder. De cryptocurrency. Staf, ook belangrijk. Recycle bin. Oftewel, natuurlijk voor de, de prullenbak, hè, voor de mannetjes en de vrouwtjes. En hier loopt volgens mij ook de achtbaan doorheen. Is die wel een stukje baan? Ja, gaaf. Geweldig. Wacht eens even. We zitten natuurlijk, we zitten al in de computer en hierboven loopt die hele baan. Wauw, die onderdelen zijn echt gaaf. En daarboven zie ik de achtbaan al gaan. Ja, ik denk dat dit er gewoon bij hoort. Dat dit dan of de remsectie is, of misschien wel de lancering. Oh, er komt wat. Wow, wat is dat dan? Hè? Dat is heel tof. Maar zijn het nou meerdere treintjes of hoort dat erbij? We gaan het zo wel zien natuurlijk. Dit is zo fantastisch dat hij zo daar langskomt. Wauw. We zien daar de Gigabyte Food Court. Oftewel, we kunnen hier lekker drinken halen. Limonade, frietjes, hamburgertjes, hotdogs. Ik krijg gelijk honger, dus ik wil zo snel mogelijk richting de achtbaan lopen. De Coaster Entrance, oftewel de ingang van deze baan. Ik zie allemaal verlichting en dat verandert ook langzaam van kleur naar blauw. Dan naar paars. Oh, dat is echt heel gaaf trouwens. En hier gaan we naar boven. De queue. Lekker slalommen natuurlijk. Al die ondersteuningen, maar die gaan automatisch weg als je dat pad natuurlijk plaatst. Dus die moet je maar even wegdenken. En hier dan ook het station. Gewoon eenvoudig, maar het draait natuurlijk om het totale project. Laten we instappen en genieten van de cable... Laten we wachten en genieten van de cable coaster. Even geduld nog. AUB. Potjadori. Ja, u deed dat expres, hè, meneer. We zijn gewoon vrienden, toch? Dan hoeft u dat niet zomaar voor mijn neus weg te laten rijden. Nee, ik wacht gewoon geduldig, want ik heb geduld, meneer. U niet, want u moet hem zo snel mogelijk weer wegsturen.
Maar ik heb gewoon geduld. Ik wacht gewoon rustig af. Oh, het is wel heel erg. Ik praat tegen NPC's in de game. Ach ja. Hey, daar komt de achtbaan aan. Helemaal perfect op tijd. Ik heb gelukkig niet 10 minuten moeten wachten. Dat is een grapje. Ik heb helemaal niet zo lang hoeven wachten. Ik ben er klaar voor, zou SpongeBob zeggen. Ik heb het donker gemaakt, want dan krijg je juist een beetje de sfeer erin met al die lampjes binnenin die computer. Want uiteraard, de meeste gamingkasten hebben ook allemaal ledjes in de ventilatoren of misschien wel op de videokaart of wat dan ook. Hè, dat is gewoon ook heel mooi om een PC te zien of op een kast, op een case. Er zitten ook heel vaak ledjes. Nou, hè, wat ledje. Daar gaan we. Flauw grapje. We gaan beginnen met de achtbaan. En ik ben toch wel erg benieuwd, want volgens mij zit er ook wel best wel veel inversies in. Dus misselijk worden wij waarschijnlijk wel. En hoe hard zal die gaan? Halen wij misschien wel de 80 km per uur? Je gaat het onder mijn facecam zien bij de live data. Power on. De computer gaat natuurlijk aan. Logisch ook. Zo dan. En of we nou op zijn kop hangen, ik weet het niet. Volgens mij net eventjes. En we zitten helemaal bovenaan. Jeetje, wat een compacte baan. Het geeft een leuk gevoel, ook wel spannend, dat het elke keer een neermis effectje geeft natuurlijk. Dat het net lijkt of je met je kop tegen de rand van die baan aanstoot. En natuurlijk ook helemaal van glas aan de zijkant. Dat je zowel lekker van de buitenkant in de computer kan kijken. Maar wij kunnen nu ook naar buiten kijken. Want we zitten nu in deze immens grote computer. En ik ben eigenlijk een beetje gedesoriënteerd. En we krijgen in één keer een lancering naar boven. Gaan wij nog dadelijk die 80 kilometer halen? Want we gaan nu echt naar het topje van de computer. CPU overheat. Oh jee, cooling fans. Oh, we komen buiten de computer nu? We zitten serieus. Oh, dit is heel erg tof. En het is inderdaad een beetje warm aan het worden. Oftewel, Planet Coaster wordt momenteel gedraaid. Ik zou de graphics dan een beetje lager zetten als dit gebeurt bij je laptop. Want laptops worden over het algemeen wel wat warmer natuurlijk. Maar dit is natuurlijk echt grandioos. Misschien moeten de CPU's een beetje sneller gaan draaien om meer koeling te krijgen binnen in de kast. Anders hebben we dadelijk een probleempje. Ik bel vast de brandweer. Pak de brandblussers! Nee, alle gekheid op een stokje. Mooi uitzicht. We kijken over een stadje. Heel toevallig, want dat is de background die ik heb gekozen. Oh jee, gaan we die... Oh, wow, dit is zo cool. Wat een effect. Halen wij gewoon de ongeveer 65 km per uur. Gaan we nog sneller, dat weet ik niet. We maken echt een looping binnen in die ventilator. Supermooi. Ik vond het ook vet hoe die dat gedaan heeft met die lampen daar. Zo met die groene lampjes. Die een soort, het zijn spotlightjes naar boven. Ik weet het echt niet. Maar het ziet er geweldig uit. Ik heb geen objecten hoeven downloaden. Dus waarschijnlijk zijn het allemaal objecten binnen in Planet Coaster. Of mijn toolkit itemslijst is zo enorm groot. Dat kan ook. Dat ik die objecten misschien al in mijn lijstje had. Dat zou goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En wat een intens, lange, maar grote mooie baan is dit. Ik denk dat ik het al, wat ik al zei, heel knap vind dat hij überhaupt het zo compact heeft gemaakt. Ik bedoel, ik vind het makkelijker als je vrij kan bouwen, dat je de ruimte hebt. Maar als je zoiets moet doen, is het net een puzzel die je in elkaar moet zetten. En het moet allemaal kloppen. En als iets niet klopt, er zit een hoekje in, hè, er zit net even een knikje in de baan, dan je bent hier gewoon lang mee bezig. Shutting down. We gaan nu alweer stoppen. De computer moet weer uitgezet worden. Ja, het vreet misschien wel stroom in zo'n game PC. En dat is ook wel een dingetje. Ja, hoe groter zo'n computer, hoe meer stroom, hoe meer watt natuurlijk. Ik ga bijvoorbeeld van 750 watt, of heb ik nu 500 in mijn... Voor mij heb ik 500 watt in mijn computer nu momenteel. Ga ik naar 1000 watt. Wat? Ja, watt inderdaad. James Watt. Oh, het hangt even vast. De autosave modus om de 20 minuten heb ik ingesteld binnen in Planet Coaster. Kan je aanpassen in de klapblok. Normaal is het voor mij om de 5 minuten of... Ja, voor mij 5 minuten om de 5 minuten een autosave. En dat is maar makkelijk ook. Maar ik vind het makkelijker als je een grote map hebt, dat die om de 20 minuten opslaat. En wat zien we nu? Applying updates. Oh, we hebben de updates nog niet uitgevoerd. Dan zal het wel gaan om Windows, want die heeft voortdurend updates. En soms dan verprutst het ook je hele systeem. Dat je denkt van jongens, die update had ook niet gemogen. Het hoeft natuurlijk niet. Maar dan komen we bijna aan bij het einde van deze rit. En inderdaad, wat gaat er gebeuren? Oh, zo, dat is een leuke timing. Shutdown complete. We zijn klaar met de achtbaan. En nu krijgen we wel een heel mooi uitzicht over dit soort van main streetje binnen in de computer. En alles is natuurlijk groot, dus we zijn een soort minions. We zijn gewoon een soort minions. En aan bij het station. We gaan kijken naar de resultaten van deze baan.
De baanlengte is gewoon bijna 2500 meter met een maximale snelheid van 110 km per uur, gemiddeld 33 km per uur. De grootste drop telde 23 meter en de G-krachten zijn, nou ja, ik denk dat dit wel kan. Ik vind dit wel min 4, ik denk dat dat wel kan, maar het is wel, het verschilt wel enorm van elkaar. Misschien wel door die speciale drops die je had. 12 keer over de kop gegaan, 12 inversies en de airtime counter staat op 7. Wauw. Wat een fantastisch project om te zien. En vooral die details. En dat je ook bovenop de kast kwam voor de hitte. Ja, ik kan natuurlijk niet wachten totdat mijn nieuwe computer komt. Maar zodra de onderdelen beschikbaar zijn, en dat kan binnen een week zijn, dat kan binnen 2 weken zijn, dat kan binnen een maand of hopelijk niet maanden zijn, dan komt dat dik in orde. En dan gaan wij gewoon, of in ieder geval ik, maar ook jullie genieten van nieuwe content. Althans, mooiere content met hogere graphics. Maar het is voor mij ook fijner om dan op te nemen en uiteraard te gamen. Dus dat gaat allemaal komen in de toekomst. Laat vooral een duimpje achter. Hopelijk heb je wat gehad aan deze tips die ik heb gegeven aan het begin vooral. En hebben jullie genoten van een prachtige rit. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op abonneren en op het belletje om geen één video te missen op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doei doei!